allemaal. Vandaag is het zaterdag. En ik heb gisteren de badkamer geverfd. De vloer. Wat ik heel knap vind van mezelf. Want het was best wel een werk. Ik zal jullie het even laten zien. Het was eerst heel erg oranje. En nu is het zwart. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Vandaag komen mijn nichtje en neefje uit Blerkum. Zo, ik heb net mijn wenkbrauwen gedaan. Ze zijn heel heftig. Ik vind dit nog een beetje allemaal een beetje... Ik vind het allemaal een beetje onwennig om dit te doen. Maar ik ben niet eens scherp, jongen. Ik heb dus gereserveerd bij Jump XL vandaag. Om 4 uur. En dat ga ik met mijn nichtje en neefje doen uit Blerkum. En met mijn zus. Ik heb een zuster. En eerst komen zij hier en dan gaan we even lunchen of zo. Maar ik weet nog niet echt wat, want ik weet niet echt wat ze lekker vinden. Dus ik ga eerst even boodschappen doen, denk ik. En ik heb het hele huis opgeruimd. Ik ben echt trots op mezelf. En er zit één vieze plek hier. Even een momentje voor het mooi opgeruimde huis hier zo. Oh, ik zou even de outfit of the day laten zien. Ik heb een shirtje aan van ASOS. En die heb ik even zo. Ik heb een broek van de Primark. En mijn Stan Smiths. Ik heb hier te korte armpjes voor volgens mij. Ik heb ooit een keer mijn pols gebroken. Ik ben even tussie voor mezelf aan het maken. Oh, die is al bijna klaar. Maar ik ga ook een bladerdeeg met deze worstjes maken. Misschien vinden de kinders dat wel lekker. Nou ja, ik zelf. Ook heel erg. Ik heb zoveel honger. Ik heb vanochtend helemaal naar mijn andere werk, zeg maar, gefietst. In de Rabenhoofdstraat. Nou ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo ver, maar ik fiets eigenlijk nooit. Ik scooter altijd. Dus dat was wel even voor de verandering. Het zal toch niet gebeuren dat die voor mijn neus verbrandt, hè? Nee, nog iets langer. Dus eigenlijk was het echt een conditietraining voor mij. Ik hockey trouwens hoor. Niet dat mensen nu denken dat ik dik ben. Ben ik eigenlijk wel, maar... Dus nu ga ik deze tosti eten met een paar chippies. Oh, nou kom ik echt over als zo'n dik zak. Oké, maar ik ga even met deze chippies ertussen. Want dat is, heb ik nageaapt van Pure. Dan heb je zeg maar tosti nacho. En dan ga ik dit dus doen met chips ertussen. Misschien heb ik nog wat tomaatjes. Ik had trouwens donderdag hele lekkere nacho. Ik heb de badkamer dus geverfd, maar het stinkt echt heel erg naar verf hier. Ik had hele lekkere nacho schotel met gehakt en salsa saus, guacamole, nee geen guacamole. Crème fraîche en een beetje allemaal dat soort shit. Oh. Gewoon als avondeten had ik dat gehad. Zo lekker. Jezus, nou moet ik echt minder gaan praten over eten. Ik heb ze nu allemaal zo gedaan. En dan wacht ik even totdat ze zijn ontdooid. En dan gaan ze er ook weer in. Oké, ik heb dus nieuws. Ik vertelde jullie net over de nacho schotel. Dat was donderdag, het is nu zaterdag. Ik dacht dat die al weg was. Weg was gegooid, zeg maar. We hadden hem niet helemaal opgekregen. Maar nu kunnen jullie zien hoe die eruit ziet. Of uitzag. Want Demi had hem in de magnetron laten staan. Domme Shanky. Kijk, het begint altijd mooi. En dan wordt het langzaamaan heel lelijk. Dus, dat zou cool zijn. Ja, vind je dat? Drie keer raden met wie ik ben. Ik! Met Anne! Hoi, hoedo! En Gijs! En nu gaan we, waar gaan we heen? Naar, ik weet niet meer. Jumping X. L. Party X! Hoppakee, hier hebben we schoentjes. Stonden mijn tip en zo. Had jij dat niet? Nee, dat was een hele goede tip. Waar gaan we heen? Naar de McDonald's. Naar de McDonald's, en waar zijn jullie vanmiddag geweest? Bij Jumping. Jumping? Ja, niet meer. Trampoline springen, hè? En nu gaan we lekker patat eten. Eet smakelijk. Jullie hadden wel honger, hè, door het trampoline springen. Eet smakelijk.
Eet smakelijk. Wat zeg jij dan terug, Gijs, als ik zeg eet smakelijk? Nick? Eet smakelijk, Anne. Zie, Anne zegt het wel normaal. Eet smakelijk, Gijs. Gijs heeft It gekeken en nu zit hij bij elke put te kijken of die clown erin zit. Wij hebben net lekker gegeten bij de Mackie. Zitten jullie goed vol of niet? Ik zit wel even. Ik heb denk ik 3 patat opgegeten. 2 bij Clurry. Maar Gijs heeft 3 cola opgedronken. Ook wel weer goed. Oh. Dus hij is nu een beetje En twee cheeseburgers. Ja, wow. Veel. En nu gaan we... Even lekker skaten. Ga je skaten, wacht. Wow. Wow. Wow, je ziet er echt cool uit met dat skateboard. Wow. Professioneel. En, is er een beetje plek bij het pleintje? Of zijn ze aan de basketballen? Oeh, ik zie wel basketbal. Ja. Dan kunnen we beter op het gras gewoon... Nee, want dat ga ik echt niet. Nee, maar gaan we gewoon voetballen met z'n allen? Ja, misschien even skaten. Gooien! Oh-oh. Lukt het, vriend? Ja, je zit ook in je neus. Maar eet je het dan op? Of doe je zo? Nee! Niet in ons huis! Hey, jongens, we gaan film kijken. We moeten streng zijn. Wat is de... Deze gekke... Jullie hebben me wakker gemaakt. Het is 8:00 in de ochtend en deze twee zijn alweer super druk. Maar Gijs heeft het goede idee om dezelfde film als gisteren nog een keer te kijken. Dus, gaan we lekker doen, hè? Beetje mij wakker maken. En een lekker broodje Nutella. Pak je de bovenste? Ik vroeg me af waar de camera was. Dan kon ik juist stiekem... Oh, dan wou je mij stiekem filmen. Ja. Ik dacht, ja. Dan kan jij het terugpakken. Alsjeblieft, iets makkelijk. Het is 9:55. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit zoveel gedaan op de ochtend. Maar Anne en Gijs zijn weer opgehaald. Emma heeft de hockeywedstrijd straks en ik ga naar de studio. Oh? Ja, ik ga naar hier gewoon. Dus dat gaan we doen. Nu al? En om 1:00. Om 6:15 hoorde ik ze al. Ja? Ja. Toen dacht ik, laat me lekker, misschien vallen ze nog wel in slaap. Maar dat gebeurde niet. Toen waren ze allebei wakker en toen kwamen ze hier aan het raam kloppen. We hebben de vlog helemaal niet afgesloten, maar dit was even weer een korte video. Zodat we wel weer op ons kanaal een beetje bezig zijn. Ik zeg ook gewoon ons kanaal. Hoor je dat? En yes. Dus leuk dat jullie kijken. Ik vond het erg leuk met Anne en Gijs. Jij dan? Mm-hmm. Ja, behalve het slapen. Iets te weinig slapen. Toch ging het nog koud. Maar ja. Sowieso bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te reageren. En ik zie jullie snel weer. Tot de volgende keer. Peace. Groetjes van Emma. Peace. Nee, dat lijkt me echt Enzo Knol. Peace. Ik doe het altijd. Peace. Ik doe het altijd. Wie is Enzo Knol?